Goedemorgen allemaal en welkom bij dit webinar over de listdodderteelt in het Nederlandse veenweidegebied. Een webinar in het teken van waar we nu staan. Deze sessie organiseren wij vanuit het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling in samenwerking met verschillende kennisinstellingen die zometeen allemaal aan bod komen. Het ministerie van LNV en de STOA. Mijn naam is Poeymee Sjan. Een aantal van jullie ken ik ondertussen. Een flink aantal al zag ik, maar gelukkig ook nog heel veel nieuwe gezichten. Dus dat is heel goed om, of heel veel gezichten en namen, want ik kan helaas niet al jullie gezichten zien. Maar fijn dat jullie er allemaal in zulke grote getalen zijn. Ik meen dat we meer dan 100 aanmeldingen hebben en dat druppelt nu langzaam binnen. Even een paar praktische zaken. Oh nee, ik zal mijzelf eens voorstellen. Mijn naam is Poeymee Sjan. Ik ben werkzaam bij de STOA. En ik ben daar onder andere betrokken bij diverse programma's rond het veenweidegebied. Daarnaast ben ik programmamanager van het Nationaal Onderzoeksprogramma naar broeikasgasemissie Veenweide. Daar zal zometeen Merit van den Berg van de VU ook wat voor overdelen over dat onderzoek. Maar vandaag ben ik vooral dagvoorzitter, gespreksleider van dit webinar. Een paar huishoudelijke mededelingen voordat we beginnen. Ik wil jullie graag verzoeken je microfoon uit te zetten. En uiteraard behalve de spreker uiteraard. En daarnaast is het goed om te melden dat de sessie wordt opgenomen. Als je dat heel vervelend vindt, dan is het uiteraard de mogelijkheid om later terug te kijken. Het webinar zal gedeeld worden via een link op diverse websites en uiteraard via de mail als je je aangemeld hebt. Verder, gezien de immense enthousiasme en de omvang van de groep, wil ik jullie vragen om vragen te stellen via de chat. Ik denk dat we na anderhalf jaar corona wel weten hoe die werkt, maar je kunt daar je vraag stellen. En het is goed om te weten dat we met heel veel onderzoekers en heel veel betrokkenen, heel veel sprekers hebben ook hun collega's meegenomen, dat die vragen daar zoveel mogelijk beantwoord worden. Maar uiteraard zullen we ook een aantal vragen proberen in dit webinar te beantwoorden. Mocht nou en de chat helemaal volstromen en we het niet helemaal kunnen volgen en het webinar te vol zit om vragen te beantwoorden, dan zullen we uiteraard achteraf alle vragen beantwoorden die jullie gesteld hebben. Dus dat is even goed om te weten. Even misschien wat achtergronden. Ik zie ook dat we wat Vlaamse collega's binnenkomen. Heel erg leuk. Welkom. Voor de meeste van jullie denk ik wel bekend dat we eigenlijk al een paar jaar bezig zijn in Nederland met het experimenteren naar met het telen van listdodden. Als mogelijke maatregel om bodemdaling tegen te gaan en broeikasgasemissie uit veenweidegebied te reduceren. En er staan ook een aantal nieuwe pilots in de stijgers. Ed Buys zal daar ook iets meer over vertellen. In Burgmeer wordt er wordt een flinke hoeveelheid listdodden aangelegd. En eigenlijk vonden we het wel tijd om eens een keer te kijken van waar staan we nu eigenlijk? Wat weten we al? Wat weten we dan ook nog niet? Want dat is dan misschien ook wel zo interessant. En in hoeverre is het nou kansrijk buiten bodemdaling en broeikasgasemissiereductie als een alternatief plaatmateriaal? Of waar kan je het eigenlijk nog meer voor gebruiken? En wat weten we daar al van? Nou, vandaag maken we eigenlijk een eerste balans op, een eerste tussenbalans. Er zijn al diverse projecten met resultaten die we vandaag zullen delen. En ik hoor ook graag van diverse sprekers, maar ook uiteraard via de chat van mensen. Ja, wat voor vragen zou je eigenlijk nog meer hebben rondom de listdoddenteelt? Dat doe ik uiteraard niet alleen. Dat doe ik met een flink hoeveelheid sprekers. Bij ons is zo meteen schuiven Ed Buys en Jeroen Peilman aan. Ed Buys van de gemeente Amsterdam, ik noemde hem net al even. En opdrachtgever van de grote listdoddenproef in de Burgmeer. Jeroen Peilman, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, zal iets meer vertellen over het onderzoek veenvoeren verder. Verder is bij ons een van de sprekers Gerben Nijbijvank, eigenaar van de Spring Company en commercieel projectleider listdodden van het innovatieprogramma Veen Noord-Holland en van het Veenweide Innovatiecentrum. En hij heeft zijn collega meegenomen, Job van der Krommert. Marle de Jong, voorheen werkzaam als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, gaat ons iets vertellen over de levenscyclusanalyse die zij uitgevoerd heeft voor listdoddenteelt als plaatmateriaal. En verder hebben we Monique Bestman, collega van Jeroen Peilman van het Louis Bolk Instituut en onderzoeker duurzame veehouderij.
En ik noemde haar net ook al even, Merit van den Berg, Radboud Universiteit, tot voor kort en sinds kort Vrije Universiteit. Een van onze onderzoekers van het Nationaal Onderzoek Broeikasgasemissies Veenweide. En zij gaat iets vertellen over die broeikasgasemissies bij de Lisdoddevelden. En verder, niet te vergeten, Juri Egas, niet zozeer spreker in het webinar, maar wel heel goed zichtbaar met middels een filmpje die hij heeft gemaakt voor ons in het Lisdoddeveld, zodat we toch een beetje het gevoel hebben dat we buiten het veld staan. En ik zal afsluiten met Roel van Gerwen, met een kort gesprekje met Roel van Gerwen, die iets zal vertellen over een nieuw innovatieprogramma wat opgestart wordt. Tot zover denk ik de huishoudelijke mededelingen. Dan wil ik vragen of Jeroen en Ed, ik zie Jeroen wel, Ed nog niet, of zij hun microfoon aan willen zetten. Want Jeroen, ik begin bij jou. Jij bent eigenlijk al best lang betrokken bij de Lisdoddeproeven in Nederland. Hè? En jij hebt volgens mij ook een heel goed overzicht van wat er eigenlijk zoal gebeurt. En misschien is dat goed als aftrap dat je even met ons deelt wat er zoal gebeurt in Nederland. En dat je daar misschien kort iets over kan vertellen. Ja, je hebt een mooi kaart. Dankjewel, Prime. Is het mogelijk dat Susanne die slides voorzet? Ja, die komen eraan. Oké. Ja, wat we hebben gedaan voor deze webinar is even een overzicht gemaakt van welke sites zijn er nou. Waar wordt nu geëxperimenteerd met Lisdodden op veengrond? Allereerst wilde ik eventjes bij langs lopen, want er zijn heel veel redenen waarom mensen starten met de Lisdoddenteelt. En Prime benoemde ze eigenlijk net ook al. Mensen zijn op zoek naar een alternatief verdienmodel in combinatie met het remmen van bodemdaling en broeikasgasemissies. Maar aan Lisdodden wordt vaak gedacht omdat het een goede biomassaproductie zou kunnen geven bij een hoog grondwaterpeil. Omdat het een hoge nutriëntenopname heeft, dus dan biedt het kansen voor het verbeteren van waterkwaliteit of het uitmijnen van de bodem, als dat een doel is. Het is een gewas dat geschikt is voor waterretentie en berging. Er zou ruimte zijn voor biodiversiteit. Er worden diverse toepassingsmogelijkheden benoemd van Lisdodden. Nou, daar vertellen we veel meer over in deze webinar. Maar waar het eigenlijk even om ging, is dat je ziet dat er heel veel redenen zijn omdat mensen starten met Lisdoddenteelt. Maar dat echter de context van elke situatie toch wel specifiek is. En dat ook de primaire insteek van die Lisdoddenpilots daarom een klein beetje verschilt. Als ik de volgende slide mag, daar staan de pilots op. Goed, dus komt die nu in beeld. Ja, daar is die. Heb ik hier de pilots even per provincie op een kaartje gezet, zeg maar. Dus dezelfde kleurtjes zijn binnen dezelfde provincie. Dan zie je dat er ik heb hier een negental pilots neergezet die specifiek op veengrond zijn. En als je dan in gesprek gaat met de mensen van waarom zijn jullie nou die pilot begonnen, dan zie je dat er een klein beetje verschil zit in waarop dan. Bijvoorbeeld Better Wetter in Friesland. Ja, het gaat vooral om waterberging en retentie en ontlasting van de boezem. Het productief gebruik van een bufferzone tussen landbouw en natuur. En dat is bijvoorbeeld ook de primaire insteek van wat er in Bargeveen wordt gedaan. Dat betekent niet dat die pilots niet naar de andere aspecten kijken, maar dat dit vooral hun eerste invalshoek is. Waarbij het IPV en de Burgmeer. Voor zover, die kijken meer naar het aspect van natting, CO2, bodemdaling. Nou, doen we bij Veenvoer verder, proeft aan krimpende waard ook. En bijvoorbeeld Ankerveen en Marikeland zijn specifiek tussentrajecten waar uiteindelijk het doel is om natuur te maken. En wat het eigenlijk vooral betekent is dat we kijken allemaal naar dezelfde teelt, maar met soms net iets andere insteken en net iets andere dingen die we belangrijk vinden, zeg maar. Dus daarom is het zo belangrijk dat we ook informatie uitwisselen over de pilots met elkaar, zodat we samen verder kunnen leren. Dat was wat ik wilde laten zien over de verschillende pilots. Dankjewel, Jeroen. Het geeft een mooi beeld, in ieder geval een mooi overzicht. Het is goed om te melden dat we hier vooral uiteindelijk naar de Nederlandse pilots kijken. Hè. Er wordt natuurlijk ook in het buitenland geëxperimenteerd. Maar vandaag ligt de focus op het Nederlandse veeweidegebied. En je noemde het al even Burgmeer. Ed Buijs zag ik net ook binnenkomen. Ed,
Jij bent werkzaam bij de gemeente Amsterdam onder andere, maar jij doet nog heel veel andere dingen. Jij bent ondertussen onder andere ook lid van het programmateam, van het landelijke programmateam Veenweide, waarin jij de gemeente vertegenwoordigt, is namens de VNG. Jij bent begonnen met een heel uitdagend project in de Burgmeer. Kan je ons daar kort iets over vertellen? En... Ben ik hoorbaar? Is de je bent hoorbaar, zeker. Ja. Onze insteek is om voldoende materiaal op de markt te krijgen om de keten te bevorderen. En het bijzondere van ons project is dat het echt groot is. Je ziet een foto achter mij van het eerste veldje. Maar de totale kweek kan 30 hectare gaan bedragen als alles goed gaat. En de bodem is heel voedselrijk, dus we verwachten daar gewoon echt veel droogstofproductie. We hebben dit aanbesteed van de zomer, van het voorjaar. En het bedrag wat de aannemer krijgt is ongeveer 4 ton. En dat is voor 5 jaar. En dan kunnen ze dus een polder huren ze daar van ongeveer 60 hectare. Waarvan de helft ongeveer lusdodder kan worden. De rest is te droog. Het is een soort oplopende rand van een meertje. Als dat allemaal lukt, dan is het bedrag wat we besteden. We zijn eigenlijk een soort, wij voelen ons een beetje de opvolger van het IPV. Het bedrag wat het IPV in Listel besteedt is, weet ik niet precies, maar als we uitgaan van de helft van het bedrag is dat 2 miljoen euro. Wij doen dus 400.000 euro. En als het allemaal lukt, dan doen we geen 3 hectare Listel teelt, maar 30 hectare Listel teelt. En dat zou dus een reductie van de onrendabele top zijn met een factor 50. Nou, dat is denk ik niet gek in 5 jaar. Dat is de hoop. Dat is eigenlijk de les die je nu al hebt geleerd, hè? Van 5 jaar innovatie aan Listdodder, hoor ik jou eigenlijk zeggen. Ja, dat zou je kunnen zeggen. En helemaal omdat de foto die hierachter zit is dus mijn Listdodderboer Albert van Weren. En we planten daar Listdodderplantjes en het gaat heel goed. We waren heel erg bang dat onbeschermde planten onmiddellijk zouden worden opgegeten door de ganzen. Want dat gebeurt eigenlijk overal. En dit is een enorm ganzenrijk gebied. Dus die ganzen gaan er wel bij zitten en ze gaan wel aan de plantjes eten. Maar ze krijgen ze er niet uit. Dus de wortelstokken blijven zitten. En zelfs in onbeschermde toestand zou dat wel eens kunnen leiden tot een succesvolle aanplant. We beschermen natuurlijk ook. Maar dat is eigenlijk onze grote zorg. Nou, dat soort dingen... Dat gebeurt eigenlijk op dag 1 van de aanplant. Hè? Dus ze staan nu 10 dagen en ze staan nog steeds. Nou, Hey, en als je dan, hè, want het valt over we hebben gisteren al even gesproken in voorbereiding op dit webinar. Nou, je zou een dag kunnen vullen met Burgmeer. Ik zie ook allemaal mensen die vragen, kunnen we contactgegevens krijgen? Nou, dat kan zeker. En hoe het onderzoek er dan precies uitziet. Daarover valt meer te vertellen. Maar ik ben wel vooral benieuwd op dit moment... daar ga je ook meer over vertellen, heb je me beloofd. Hè? Dat je het komende jaar zeker meer over de resultaten, de komende jaren je meer gaat vertellen over de resultaten die Burgmeer gaat opleveren. Maar wat zou je nu, hè, gezien wat ons te wachten staat de komende 5 kwartier, waar ben je nou het meest nieuwsgierig naar? Ook in relatie tot je pilot. Nou ja, die teelt, dat gaan we dus gewoon uitproberen. En ik denk dat daar een soort kennisinstituut voor gaan worden. De grote kennisvraag voor ons is vooral die 4 kruisjes in de tabel van Jeroen. Hoe gaan we de omgevingsdiensten in dit project incorporeren? Er zijn heel veel mogelijkheden voor. Maar zeg maar in theorie. Maar de instrumenten om dat te doen, die ontbreken. En dat is volgens mij de komende jaren de grote uitdaging. Dus hoe... beloon je biodiversiteit, hoe beloon je wateropslag, hoe beloon je het schoonmaken van water? Ja. Nou, een deel daarvan gaan we wellicht, een deel daarvan stippen we zeker aan. Niet alles, maar ik kom aan het eind van de sessie nog even bij jou terug, want ik ben wel benieuwd wat jij ophaalt uit dit webinar. En het vriendelijke verzoek aan jou, er komen heel veel chatvragen specifiek over de Pilot Burgmeer binnen. Dus misschien dat jij daar ook even naar kan kijken, Ed, om die vragen te beantwoorden. Dankjewel. En Jeroen zien we later ook nog terug, want die gaat ook iets vertellen over een aantal van de aspecten die Ed genoemd heeft. Dus daar komen we zeker op terug. Maar voordat we dat doen, voordat we naar de inhoudelijke kant van de teelt gaan, wil ik Gerben Nijbijvank introduceren. Ik noemde hem net al even. Gerben en Job zijn hier aanwezig in de zaal. En Gerben werkt bij de Spring Company, maar hij is vooral in dit dossier betrokken als commercieel projectleider van het innovatieprogramma Veen Noord-Holland en van het Veenweide Innovatiecentrum.
En jullie hebben daar onderzoek gedaan naar een markt, naar de markt en de afzetmogelijkheden voor lisdodden. Dat klopt, hè? Ik zie jou nog niet, Gerben, maar ik hoop dat je wel hoort. Dat klopt, zeker. Ja. Ja. En nou ja, ik ben eigenlijk, wat ik al zei, alleen met broeikasgassen bezig. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd, wat kan je eigenlijk met lisdodden? Dat is goed, ik zal mijn presentatie delen en dan starten. Prima. Nou, ons project heet Markt en Ketenvorming van Natte Teelten. Inmiddels kijken we ook naar andere natte teelten, maar afgelopen jaar is de focus geweest op de lisdodden. En wat jullie vandaag zal laten zien is een korte introductie van het project. Ik start met de conclusies, zodat we gelijk de kern te pakken hebben. Daarna ga ik wat inzoomen op de gewaseigenschappen van lisdodden. Met andere woorden, welke producten kun je daarvan maken? Het productonderzoek dat we hebben gedaan. En wat inhoud van het verdienmodel, wat highlights daarvan. En ik zal u even meenemen in waar we ons nu op focussen in het vervolg van het project. Nou, ik ben van de Spring Company, maar we hebben ook andere partijen gehad in het projectteam afgelopen jaar, waaronder Job van der Krommert, zoals net al genoemd. Wageningen Universiteit heeft voor ons gekeken naar gewaseigenschappen en ook de Groene Grachten en Dutch Green Industry hebben bijgedragen. Belangrijk is om te zeggen dat dit een gedeeld project is van zowel innovatieprogramma Veen als het Veenweiden Innovatiecentrum. Dus voor beide Veenprogramma's zijn we actief. En het project is gefinancierd door meerdere partijen, zowel uit de hoek van IPV als uit de hoek van Veenweide Innovatiecentrum. En ons doel is uiteindelijk een keten van teelt en afnemers te vormen en dat ook echt in de praktijk te bewerkstelligen. Er gaat natuurlijk enig onderzoek aan vooraf, maar op de lange termijn willen we echt die keten vormen en zorgen dat dat gewoon gaat gebeuren. En hoe we ernaar kijken is zoals een ondernemer. En wij beoordelen echt of een product gemaakt kan worden van de gewassen op grote schaal, op een consequente manier en met daarachter ook een verdienmodel. Zodat we ook zeker weten dat het rendabel is om die teelt te bekostigen en daar omzet mee te maken op basis van de afzet naar verschillende producten. En wat is dan daarom nodig om te weten? Nou, A, zijn natuurlijk überhaupt marktpartijen geïnteresseerd in lisdodden? Welke producten kun je dan maken van dat gewas? Zijn die volgens concurrerend, niet alleen technisch, maar ook commercieel en qua milieu? Welke producteisen stellen de marktpartijen dan volgens aan die teelt, oogst en verwerking? Betalen ze een prijs die rendabel is? En welke marktomvang volgt daaruit qua teelt? Dus hoeveel hectares kunnen er benut worden in het Veenweideprogramma, in de Veenweide, om lisdodden aan te planten? En de belangrijkste vraag onderaan, is die teelt dan vervolgens rendabel en kun je daarmee concurreren met de melkveehouderij als een alternatief landbouwvorm voor boeren op veen? Daar hebben we natuurlijk dan een aantal projectstromen op uitgevoerd. We hebben salespromotie gedaan richting bedrijven. We hebben productonderzoek gedaan. We hebben het verdienmodel opgesteld. En we hebben ook een demonstratieproject uitgevoerd. En wat ons betreft is dat een volledige aanpak om van gewas naar product in het schap te komen. Afgelopen donderdag is onze jaarrapportage gepubliceerd. Dus alles wat ik vandaag vertel staat ook in de jaarrapportage en die is beschikbaar op de websites van Innovatieprogramma Veen en Veenweiden Innovatiecentrum. Dan start ik met de conclusies. Vrij veel detail op deze slide, maar ik zal er gewoon één voor één op hoofdlijnen doorheen lopen, zodat we gelijk jullie kunnen meenemen in de antwoorden op de kernvragen die ik net al liet zien. Want zo hebben we ons onderzoek opgebouwd dat we ook echt concreet antwoorden geven op deze vragen. Met achterlichten uiteraard allerlei extra informatie. Antwoord op de eerste vraag is, zijn marktpartijen geïnteresseerd? Conclusie is ja. Marktpartijen in industrieën waarin vezels worden toegepast om materialen te maken, zijn op dit moment allemaal op zoek naar nieuwe biobased grondstoffen. En het was eigenlijk heel makkelijk om in contact te komen met die bedrijven, omdat iedereen geïnteresseerd is om te horen welke gewassen er nog meer zijn die waar je misschien een product van kan maken. En lisdodden is natuurlijk misschien in het veenwereldje wel een bekend gewas, maar voor heel veel industrieën is het natuurlijk een gewas waar ze nog niet eerder van gehoord hebben. Omdat wij natuurlijk vanuit de veenwereld als oplossing voor bodemdaling en CO2-uitstoot natuurlijk dat gewas aan het pushen zijn in de markt.
Dus de markt is hier vaak nog niet zelf actief mee aan de slag geweest met dit specifieke gewas. Maar men staat er erg voor open en men is ook erg onder de indruk van het feit dat je niet alleen CO2 bespaart doordat het gewas groeit, wat bij hen bij vlas natuurlijk aan de hand is, bij reguliere gewassen. Maar hier is sprake van een dubbele milieuwinst, omdat je niet alleen CO2 uit de lucht afvangt, maar omdat je ook CO2-uitstoot vermijdt, omdat je bodemdaling vermijdt doordat je veen weer onder water zet. Naast eventuele biodiversiteitsvoordelen en zuivering van water en van bodem. Dus die dubbele milieuwinst die Lisdot als gewas met zich meebrengt, daar hebben partijen heel veel interesse in. Dat is natuurlijk, moet je bijzeggen dat als Lisdot er nieuw is voor die bedrijven, dat natuurlijk andere natteelten ook nieuw zijn voor die bedrijven. Dus wij merken ook als we in deze huidige projectfase nu andere natteelten introduceren, dan is men net zo geïnteresseerd vanuit de milieuwinstkant. Volgens moet je natuurlijk aantonen dat je technisch van die gewassen producten kan maken. Maar conclusie is dat marktpartijen zeker geïnteresseerd zijn in natte gewassen. Dan natuurlijk de vraag die iedereen stelt, welke producten kunnen gemaakt worden van Lisdot? Nou, het antwoord is dat er absoluut diverse producten van gemaakt kunnen worden. En de antwoorden die we nu al kunnen geven is dat je er absoluut isolatie van kan maken. Nou, dat is al wat langer bekend natuurlijk in de markt, maar dat hebben we opnieuw bevestigd gekregen. Diverse plaatmaterialen, vuller in diverse plastics, composiet en beton. Een nieuwe pluis als vezelversterker in droge mottels. En je kan een substraat van maken en mogelijk grof textiel. Hier ga ik later wat verder op in. Dan is ik de vraag, zijn die producten concurrerend? Nou, dat is nog onzeker. Want alles bevindt zich heel erg in de test- en ontwikkelfase. En er zijn nog geen producten van Lisdot grootschalig op de markt beschikbaar. Dus dat dient zich allemaal nog wel technisch verder te ontwikkelen. En ook dient de milieuwinst verder aangetoond worden door de gasmetingen die nu plaatsvinden. En natuurlijk ook door de LCA, waar Marle de Jong straks wat verder over zal vertellen. Dat dient nog wel verder om bewezen te worden in de praktijk. Om die milieuwinst, die wij vertellen dat die natte gewassen met zich meebrengen, ook wel echt wel kwantitatief aantoonbaar zijn naar bedrijven. Anders zullen ze de gewassen niet afnemen als het niet meer concurreert dan andere biobased grondstoffen. De producteisen die marktpartijen stellen aan de teelt, oogst en verwerking zijn waarschijnlijk gewoon haalbaar. Dus daar zitten geen drempels. Prijzen die producenten betalen variëren enorm van 100 euro per ton droogstof tot wel 1300 euro per ton droogstof. En hier kom je in een situatie waarbij het heel belangrijk is om te kijken aan welke markten, welke industrie je gaat leveren als boer om genoeg te ontvangen om de kosten van je teelt te dekken. Maar zeker zijn die producten van in deze prijsspreiding wel technisch haalbaar. Dus dat geeft ook potentie voor producten waarvoor je veel kan ontvangen als boer. We moeten alleen vermijden dat we in producten terechtkomen waarvoor je weinig ontvangt. Nou, de marktomvang in hectares kan variëren van 2500 tot 25.000 hectare. Dat is een grote spreiding en dat heeft alles te maken met hoeveel procent Lisdot gaat pakken in de markten waarvan je producten van Lisdot kan maken ten opzichte van andere biobased grondstoffen. Die 2500 hectare staat voor als Lisdot maar 1% van de markt in volume krijgt. Die 25.000 hectare staat voor 10% van de markt. En hier zit natuurlijk een bandbreedte in dat Lisdot zich nog natuurlijk wel in de praktijk moet bewijzen als gewas, als er eenmaal echt grootschalige producten van op de markt beschikbaar zijn. 2500 hectare is een conservatief scenario. Dat zou niet zoveel procent van de veenweiden zijn. Namelijk 1% ook maar van de veenweiden in Nederland. En die 25.000 hectare is 11% van de veenweiden. Hier moet wel bijgezegd worden dat het specifiek Lisdot is. En als je natuurlijk andere natteelten ernaast zet, bijvoorbeeld riet, dan kan het natuurlijk bij elkaar optellen en kan het samen een mooi volume zijn aan hectare veenweiden die je kan vullen met natteelten. Of de teelt rendabel is, is nog onzeker. Er zijn absoluut hoge inkomsten mogelijk, maar er zijn ook risico's op hoge kosten. Ik zal het straks iets meer van laten zien. En als Lisdot daarmee een alternatief is voor de melkveehouderij, is ook nog onzeker.
En dat zie je ook aan de volgende antwoord op de volgende vraag. Wat moet een hectare minimaal opleveren? Dat is maar liefst zeg maar een kleine 4.000 tot misschien wel 9.000 euro per hectare. Dat betekent dat er mogelijk hoge kosten zijn die gedekt moeten worden ook door hoge inkomsten. Dat zijn de huidige calculaties. Daar zitten veel aannames in, dus die willen we de komende fase ook specificeren. Als het zo is dat die kosten inderdaad hoog zijn, dan dient de gewasopbrengst ook aangevuld te worden tijdelijk met andere inkomsten en subsidievormen, zoals subsidie voor de onrendabele top en misschien wel ook wel een kans in CO2-credits. Bottom line, er is perspectief voor Lisdodde, maar veel onzekerheden dienen echt al stap voor stap weggenomen te worden. Ik zal nu in iets meer detail het productonderzoek laten zien, om daar wat beeld en geluid bij te geven. We hebben alle mogelijke industrieën waarin materialen worden gemaakt, waar vezels voor planten worden gebruikt, hebben verkend of daar Lisdodde voor toegepast kan worden. Dan heb je dus over bouwmaterialen, beton, plastics, papier, biochemie, textiel en substraat. Belangrijkste uitkomsten van de gewaseigenschappen zijn, en dit is echt heel high level, in het rapport vind je veel meer detail. Belangrijk is dat het van nature isolerend is. Dat is natuurlijk al langer bekend van Lisdodde, maar dat is wel echt opnieuw bevestigd. Namelijk door de unieke structuur van compartimenten en het sponsachtige materiaal, wat je ook in de middelste foto's ziet. Het heeft een grote druk, trek en reksterkte van de vezels, met name in de verticale richting. En daarnaast, het pluis is ook een bijzonder materiaal, heeft een sterke volumineuze structuur. Het is eigenlijk een soort parachute, zie je op onze foto. Waardoor het ook heel mooi bijgemengd kan worden in verschillende materialen. En het is van nature vocht- en schimmelwerend en het beschermt ook tegen compostering. Nou, veel meer details zoals gezegd in de rapportage, maar absoluut onderscheidende eigenschappen waarvan je producten kan maken. Nou, dit sla ik even over, omwille van de tijd. En we hebben gekeken naar Twyferboard, een wat bekend product uit Duitsland, al jaren bekend. En die testen we nu ook in klimaatkamers door ingenieursbureau Peuts, om deze te testen op de toepassing in Nederlandse bouwsystemen, namelijk in metselwerk, in houtskletbouw en in kalkzandsteenbouw. En hier zie je een foto van een praktijktest in Schoonhoven, in een appartementgebouw van een woningcoöperatie, waar we sensoren hebben opgehangen. Deze resultaten komen mogelijk nog deze week bekend. En daarna kunnen we ook wat meer delen over de mogelijkheid om Twyferboard wel of niet in de Nederlandse bouwindustrie op een goede wijze toe te passen. En dan gaan we daar ook fabrikanten voor bij vinden om op basis van licentie de kennis af te nemen van het Duitse Twyfertechniek die deze plaat heeft ontwikkeld. Een nieuwe uitkomst van ons onderzoek is dat pluis heel geschikt is om in droge betonmortels bij te mengen. En het werkt daarin vezelversterkend en het is daarmee ook gelijkwaardig aan houtvezel en kunststofvezels. En dit is eigenlijk het product waarvan men heeft gecommuniceerd vanuit de partij die het getest heeft, Bruil, dat zij daar wel de huidige prijs voor willen betalen die men ook betaalt voor houtvezel, kunststofvezels. En het zou neerkomen op een prijs van 1300 euro per ton. Nou, dat is echt een heel hoge prijs. Uiteraard voor het stukje pluis van de plant. Grote Lisdodde heeft 3 ton per hectare aan pluisopbrengst. Kleine Lisdodde een halve ton. Waar Jeroen in het begin ook zei, je moet letten op waarvoor je teelt. Hiervoor moet je heel erg opletten welk product je teelt en welke plant je gaat telen. Dus grote of kleine Lisdodde, afhankelijk van je afzetmarkt. Als je veel pluis wilt, is grote Lisdodde aan te raden. Wil je Twyferboard maken, zoals het vorige plaatje slide aangaf, dan heb je juist kleine Lisdodde nodig, heb je minder pluisopbrengst. Nou, dat zijn afwegingen die je wel moet maken in je verdienmodel als boer. Gerben, ik durf het haast niet te zeggen, want het is heel interessant, maar zou je toch richting afronding kunnen? Ga ik doen. Ik zie ook de tijd inderdaad. Dan ga ik hiervan zeggen dat we hebben bijgemengd in plastic granulaat, waarbij het uitkomt dat Lisdodde blad en stengel als vuller kan dienen in plastic granulaat.
waarschijnlijk niet als vezelversterker, levert dus een iets lagere prijs op. We hebben het gemeten in substraat voor oesterzwammen. En daarvan is de conclusie dat het technisch werkt, maar dat je een te lage prijs ervoor krijgt. 75 euro per ton droge stof. Ja, daar kun je geen teelt voor draaien. Kort wil ik nog aanstippen een onderzoek dat we niet zelf hebben gedaan, maar waar Iris Veentje momenteel mee bezig is. Zij zit ook in deze webinar. Zij onderzoekt momenteel op basis van een gewonnen challenge van het ministerie van Landbouw de toepassing als textiel. Dat is niet met gedroogde listelden van de winteroogst, maar met verse zomeroogst, waarin de vezels nog intact zijn. En haar lukt het momenteel daar garen van te spinnen. En we zijn heel benieuwd of dit ook tot resultaten leidt waarbij je textiel op industrieel niveau kan toepassen. Zij zal eind dit jaar haar onderzoek afronden en wij hebben hier een contact met haar over. Er lopen nog wat andere producttesten. Dit is een overzicht wat je kan zien in het rapport. Wat ik liet net de highlights zien, maar er zijn 41 varianten die hebben getest, waar een aantal eruit komen, waarbij we een aantal ook afschrijven als mogelijkheid. Dit is een samenvatting die ik net al eerder genoemd heb. En dit zijn wat highlights uit het verdienmodel. Dat is veel detail. Dat ga ik dan overslaan omwille van de tijd. En dan zal ik nog even het vervolg met jullie delen. Namelijk, de jaarrapportage is beschikbaar. En nu zit voor ons echt de focus op het verder brengen in de praktijk. Samenwerken met fabrikanten om dan ook daadwerkelijk listelderproducten te ontwikkelen. Samenwerken met de fabrikanten om de productie van Thaifabord op te schalen. Eindafnemers van listelderproducten betrekken. En onderwijl testen we op dezelfde wijze ook andere natte teelten. En een selectie daarvan zal geteeld gaan worden in het voorjaar bij IPV en waarschijnlijk ook bij FIC. Dank jullie wel. Hartstikke bedankt, Gerben. En wat leuk dat we de primeur hebben, zo net na het opleveren van het rapport. Er zijn heel veel vragen binnengekomen. Dus maar gemiddeld van de tijd wil ik vragen of je daar zo meteen nog even naar wil kijken. Als ik probeer hem samen te vatten, zeg maar, zijn er op zich qua mogelijkheden om iets met listelden te doen, die zijn best wel omvangrijk. Dat is een hele lijst met producten. Maar wat me heel erg bijblijft is de slide waar je zegt er is perspectief voor listdodden, maar er zijn veel onzekerheden die nog weg moeten worden genomen. En met name dat stukje ook over de milieuwinst. Wat zou je wat is de volgende stap? Zou je dat dan per product nog verder uit moeten werken? Of wat zou je adviseren? Nou, voor ons is het belangrijk dat de broeikasgasmetingen die nu plaatsvinden, dat die echt gaan aantonen, A, wordt er CO2-uitstoot vermeden, maar B, hoe groot is nou die methaanuitstoot die listodden veroorzaakt? Is dat een tijdelijk of een verblijvend effect? Ja. Dat de CO2-winst wegneemt, het er niet doet, of dat het juist wel meevalt? Nou, er zijn allerlei theoretische aannames voor, maar die metingen in de praktijk die moeten nu aantonen. Ja. En ook hoe het zich verhoudt met natuur op veen. Wat is de nulmeting? Wat doet veen überhaupt aan methaan en CO2? De referentie, hè? Ja. En wat ik me ook kan voorstellen, dan maak ik meteen even het bruggetje naar Marle. Je hebt nu een hele lijst met producten, hè? Maar uiteindelijk zou je toch per product een analyse moeten maken, hè? Klopt. Ja, dus het begint met wat doet het landgebruik? Is het teelt? Wat zijn verwerkingsstappen per producttoepassing? Wel of niet drogen, malen, hakselen, et cetera. Hoeveel energie kost dat? Ja. Welke milieueffect heeft dat? En vervolgens is dat input, in vorm van een levenscyclusanalyse, aan de producent, die dat kan vertalen in de rest van de milieueffecten van zijn product. Dus teelt- en verwerkingsstappen zijn echt cruciaal om correct te kunnen communiceren naar afnemers van listdodden. Helder, dank je. Mag ik jou uitnodigen om samen met Job ook nog even goed naar de chat te kijken, want er zijn heel veel vragen gekomen. Maar in ieder geval tot nu toe dank en we gaan vast nog wel meer erover horen. Dank je wel. En het is een mooi bruggetje naar Marle. Marle de Jong, werkzaam bij Studio Gear op platform hernieuwbare brandstoffen en voorheen onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Van harte welkom. Erben heeft het over de marktverkenning gehad. En jij hebt gekeken
vanuit de Universiteit Utrecht of bij het Copernicus Institute of Sustainable Development samen met het Louis Bolk Instituut naar de milieu-impact van lisdodden als plaatmateriaal. Dus jij zoomt eigenlijk één op één van de producten, hè? Ja, ja, dat klopt. Zeker. En hoe, ik ben techneut hè, en geen econoom, dus ik denk altijd, nou, wat Gerbert doet is ongeveer hetzelfde als wat Marla heeft gedaan. Waar zitten de verschillen en waar zitten de overeenkomsten? Ja, Gerben heeft zich met name inderdaad op de economische analyse toegespitst. En wij hebben echt gekeken naar de milieuwinst zelf. En zoals Gerben ook eerder aangaf, hebben die milieuwinst eigenlijk nodig om lisdodden te verwaarden tot een product. Dus ik zou eigenlijk zeggen dat het, ja, het lijkt op elkaar, maar het is meer complementair aan elkaar. En ja, het voegt elkaar eigenlijk toe. Zou ik zo zeggen. Ik ben heel benieuwd als jij wilt delen met ons wat je gedaan hebt. Ik zal hem even delen. En misschien is het goed te melden ook hiervoor geldt dat je het niet alleen hebt gedaan. Hè? Je hebt met Jeroen Peilman en Olly van Hal, die allebei ook in de zaal zitten, samengewerkt. Dus stel, als jullie vragen hebben tijdens de presentatie, kunnen zij ook helpen om die vragen te beantwoorden. Ja, ja, precies. En is mijn scherm momenteel te zien? Ja, is heel goed zichtbaar. Mooi. Oké, okay. Ja, dankjewel voor de introductie. Ik ga jullie meenemen eigenlijk in de lifecycle assessment van lisdodden als isolatieplaatmateriaal. Zoals gezegd door Gerben, dat is eigenlijk een van de materialen die gemaakt kan worden van lisdodden. Ik heb het in samenwerking gedaan met, zoals gezegd, het Louis Bolk Instituut. In samenwerking met Olly van Hal, Jeroen Peilman en Nick van Ekeren. En met Martin Junginger vanuit Universiteit Utrecht. En ik ben momenteel werkzaam bij Studio Gear Up. Maar deed dit onderzoek eigenlijk uit naam van de Universiteit Utrecht. Dan wil ik jullie meenemen naar het paper wat wij hebben geschreven. Het paper met de titel Paludiculture as Paludifuture on Dutch Peatlands. An Environmental and Economic Analysis of Taifa Cultivation and Insulation Production is een hele mond vol. Is eigenlijk ontstaan omdat wij zagen dat er een kennistekort was in de systeembenadering van, nou, wat nou als je overschakelt op een ander landgebruik op deze Nederlandse veengronden. Wij zagen eigenlijk dat er heel veel verschillende blokjes waren, bijvoorbeeld in broeikasgasemissies of in de producten zelf, maar dat die systeembenadering ontbrak. Dus wij hebben gekeken naar eigenlijk op systeemniveau wat de milieu-impact is. En daarin hebben wij ook de milieu-impact van lisdodden tot isolatiemateriaal berekend. En dan nog even een kleine side note. Wij hebben eigenlijk ook een economische analyse gedaan, zoals de titel al aangeeft. Maar daar ga ik in deze webinar niet verder op in, want hier is Gerben ook al veel informatie over gegeven. Maar dat is dus ook nog uitgevoerd. Dan neem ik jullie mee naar onze levenscyclusanalyse. Het plaatje wat hier te zien is, ga ik even met de laser, geeft eigenlijk heel goed weer van wat wij hebben gedaan. Want wat we hebben gedaan is dat we hebben gekeken naar systeem wat er nu is. Dat is eigenlijk melkveehouderij op veengrond. Naar een systeem waarin lisdoddenteelt op veengronden wordt verbouwd. En we hebben hierbij een levenscyclusanalyse uitgevoerd. En dat houdt eigenlijk in dat we hebben gekeken naar deze twee systemen. Van wat gaat er in en wat gaat er uit. En dan echt van A tot Z. Dus dat is van de verwerking tot van het product. Tot aan ook de broeikasgasemissies die dus eigenlijk met het landgebruik gepaard gaan. En we hebben gekeken, nou, wat is nou de milieuwinst van als je van het referentiesysteem naar het alternatieve systeem omzet of omgaat. Dit plaatje geeft eigenlijk heel goed een overzicht weer van wat we hebben gedaan. Maar nu is het natuurlijk zo dat dit systeem bestaat uit heel verschillende blokjes en heel verschillende elementen. En daar ga ik jullie nu even in meenemen. Nou, stel je voor, je hebt 1 hectare Nederlandse veengrond. Daar staat nu een koe op, of meerdere koeien eigenlijk natuurlijk. En daar komt een bepaalde hoeveelheid melk vanaf. Stel je voor, we gaan ditzelfde stukje veengrond gebruiken voor lisdoddenteelt. Dan moet ik even kijken of die dat dan doet. Ja, dan doet hij het. Stel je voor, we gaan hetzelfde stukje veengrond gebruiken voor lisdoddenteelt, waarvan wij dus isolatiemateriaal maken, zoals je hier ziet. Dan hebben we eigenlijk een switch van verandering van landgebruik. Als we de LCA-methodiek volgen,
is het zo dat wij de melkproductie in het ene systeem gelijk moeten hebben in het andere systeem. Dus wij hebben aangenomen dat die melkproductie verplaatst van Nederlandse veengrond naar bijvoorbeeld verlaten landbouwgrond in Europa. Zoals je hier ziet. En dan hebben we eigenlijk dezelfde input in dit systeem. Output in dit systeem als output in dat systeem. En dan hebben we nog het laatste blokje in het systeem. Dat is eigenlijk dat de productie van listdoorisolatie de fossiele isolatie vervangt. Het vermijdt eigenlijk de productie van fossiele isolatie. En wij hebben aangenomen dat dat een mix is van glas of steenwol. En zoals je ziet zijn nu in- en outputs vanuit beide systemen gelijk. En volgt dat dus uit LCA-methodiek. En beide systemen bestaan dus eigenlijk uit zowel emissies uit landgebruik als in emissies uit producten. En dit is eigenlijk die hele systeembenadering die wij hebben gedaan. Gekeken van wat zijn nou de emissies uit landgebruik en producten uit het ene systeem en in het andere systeem. Dan ga ik jullie nu even meenemen naar een aantal aannames die wij hebben gedaan. Ik zag ook eerder een vraag in de chat voorbij komen over het drogen van listdollen in de verwerking van listdollen tot isolatie. Dus dat komt hier ook mooi in terug. Wij hebben een aantal aannames gedaan in de teelt en de verwerking van listdollen tot isolatie. We hebben dit gebaseerd op eigenlijk empirische data uit Zegveld, maar ook academische literatuur van bronnen die al wel beschikbaar zijn. En in het linkerplaatje zie je eigenlijk elke stap in het listdollenproces met geassocieerde emissies. En wat opvalt is dat het maken van de isolatieplaat eigenlijk de meeste emissies geeft. En dat heeft met name te maken met het feit dat wij hebben aangenomen dat die plaat bestaat uit bijvoorbeeld vezels, fungicide tegen de schimmel of, en ook een brandwerend middel. En het maken van al deze producten, ja, dat geeft natuurlijk best een hoge impact tot, en emissies. En daarbij is ook nog dat het drukken van zo'n plaat ook gepaard gaat met veel emissies. Want wij hebben momenteel aangenomen dat dat gedaan wordt met fossiele energie. En dat is natuurlijk een vrij hoge impact in het geheel. En als tweede zien we ook dat het drogen van de listdodden eigenlijk veel emissies met zich meedraagt. Dat is ook omdat het gebaseerd is op fossiele energie. En wij hebben aangenomen dat het van ongeveer 50% naar 6% gedroogd moet worden voor isolatieproduct. En dat is natuurlijk best een grote stap en kost veel fossiele energie. En daardoor eigenlijk ook een hoge emissiefactor in het geheel. Dan in het kort de belangrijkste uitkomsten. Dan even snel een recap. Je ziet hier links het referentiesysteem en rechts het alternatieve systeem. En we gaan dus van het ene systeem naar het andere. En in de tabel zie je eigenlijk elk systeemelement en de bijdrage binnen het referentie- en het alternatieve systeem. In de tweede kolom het referentiesysteem en in de derde kolom het alternatieve systeem, dus met de listdollen. En in de vierde en de vijfde kolom zie je de verandering van het alternatieve systeem ten opzichte van het referentiesysteem in zowel absolute cijfers als in percentages. En wat meteen eigenlijk opvalt is dat er met name emissies zijn, verminderde emissies zijn als gevolg van verandering van landgebruik. Want we hebben dus aangenomen dat het waterpeil verhoogd wordt als je listdollen gaat verbouwen. En daardoor zijn er dus minder broeikasgasemissies. Daar gaat Merit zo meteen ook nog verder op in. Maar je ziet dat dit eigenlijk een hele grote vermindering is als je overstapt naar listdollen. Verder valt eigenlijk op dat als je aanneemt dat er nog geen koolstofopslag in de listdoddenplaten is, dat de teelt en de verwerking van listdodden hoger is dan de vermeden uitstoot van de fossiele isolatie. Ja, en eigenlijk in andere woorden zegt dat dus dat momenteel listdoddenisolatie minder goed is dan fossiele isolatie. En die, dat is eigenlijk dus die mix van glas en steenwol. Maar hierbij moet wel gezegd worden dat het dus aangenomen is dat het met fossiele energie gedaan is. Dus dat er nog een aantal aannames hierin zitten. Als we kijken naar de systeembenadering in het geheel,
zien we dat er ongeveer, ja, laten we zeggen, een derde verminderde reductie is als je overstapt naar listdodenisolatie, ongeveer 32%. En dat komt met name doordat er verminderde emissies zijn van landgebruik, zoals ik al eerder zei. En ook een grote kostenpost, zoals je ziet in de tabel, is eigenlijk de verplaatste melkproductie. Je ziet hier zijn eigenlijk de emissies op Europees niveau hoger dan in Nederland. En dat komt eigenlijk doordat Nederlandse melk relatief gezien goed scoort op milieu-impact ten opzichte van West-Europese melk. En dat houdt eigenlijk in dat als je het verplaatst, dat je eigenlijk een verhoging daarvan krijgt. Maar dat volgt ook uit LCA-methodiek. Maar in het algemeen leidt dus de systeemverandering tot ongeveer een derde winst qua uitstoot van broeikasgassen. Dan wil ik jullie nog even een aantal onzekerheden en aannames vertellen. Allereerst wil ik jullie zeggen dat dit met name echt productspecifieke uitkomsten zijn. Dit is echt gespecificeerd op een listdodenisolatieplaat. En mocht je nou een ander product hiervan maken, bijvoorbeeld op basis van een andere natte teelt, maar ook een ander product van listdoden, dan kan die hele systeemvergelijking eigenlijk anders uitpakken. En zoals eerder gezegd, is er eigenlijk meer data nodig. We hebben eigenlijk gebaseerd op empirische data en literatuur. Maar er is nog niet genoeg empirische data om deze data echt hard te maken. En daardoor hebben wij een aantal aannames moeten doen in bijvoorbeeld isolatieplaten, maar ook in de listdodenteeltemissies. En hierdoor zit er bijvoorbeeld ook een grote onzekerheid in de winst van de vernatting. Want we zagen eerder dat dit echt een van de grootste klimaatwinsten was, maar dat het eigenlijk nog een enorme grote onzekerheid is. Als laatste punt wil ik nog aanstippen dat wij het nu hebben vergeleken met een niveau wat nu ongeveer 60 centimeter gedraineerd wordt. Mocht je het nou vergelijken met een ander referentiescenario, bijvoorbeeld in een gebied wat ofwel nog dieper gedraineerd wordt of minder, dan verandert je systeemvergelijking eigenlijk ook, zoals je ziet hier op het plaatje. Nou, de potentie wordt gewoon groter als je het doet in een gebied wat momenteel dieper gedraineerd wordt dan in een gebied wat eigenlijk relatief gezien nog niet heel diep gedraineerd wordt ten opzichte van de listdodenteelt. En al deze dingen die ik nu zeg zijn eigenlijk goed om in je achterhoofd te houden van waarmee vergelijken we nou eigenlijk. En welke onzekerheden zijn er? En dan wil ik jullie meenemen naar de laatste vraag en natuurlijk eigenlijk de hamvraag. Wat kunnen we hiermee? Het paper toont een grote milieuwinst aan in verandering van landgebruik in veengronden. Met de verandering van landgebruik en het vernatten als grootste winst. Deze methode is eigenlijk heel erg gemakkelijk aanpasbaar met andere listdodenproducten. Dus ik zie dit onderzoek eigenlijk ook echt als een startonderzoek. En dat hier nog meer data beschikbaar dient te komen. En dat we eigenlijk ook andere producten hiervan kunnen bekijken. Dus is het nu afgeschreven, listdodden als isolatie? Ik zou zeggen nee. Ik zie het echt als een start van het begin. We hebben heel veel aannames gedaan op basis van informatie die nog niet bekend is. Bijvoorbeeld isolatie, samenstelling, maar ook fossiele energie. En dit soort dingen dient allemaal uitgezocht te worden. En daar zijn we nu gewoon heel erg hard mee bezig. En ik denk eigenlijk dat dit alleen maar verbeterd kan worden. Dus dat wilde ik eigenlijk vertellen over het onderzoek wat ik in samenwerking met Louis Bolk en Universiteit Utrecht heb uitgevoerd. Dankjewel, Marle. En mooi dat je ons hebt meegenomen. En goed om te zien dat dit te doen is, hè, zo'n levenscyclusanalyse. Ja. En andersom, en meteen valt mij ook op, zowel in het verhaal van jou als van Gerben, dat er nog heel veel aannames zijn die in de chat door allerlei andere mensen worden onderbouwd of onderuitgehaald. Ja. Dat geeft meteen denk ik wel de noodzaak aan om scherper te krijgen van kloppen die aannames wel. En wat ik zie jouw compaan Olly ook continu antwoorden geven van, nou, dat hebben we niet meegenomen, want je kunt misschien in de toekomst het wel op een andere manier drogen, of je kunt in de toekomst, maar we kijken heel erg naar de huidige situatie. Hè? Ja. Dus het is ook even roeien met de riemen die je hebt, als ik
Toch? Ja, en aan de andere kant is er ook al best wel veel bekend dat we dit überhaupt kunnen doen. Dus ik denk dat we daarop moeten voortbouwen en dat juist moeten, ja, scherp moeten krijgen. Maar we kunnen het wel, zoals je al ziet. Ja, dat is goed te weten. En er worden in de chat ook allerlei vragen gesteld. Misschien dat je daar nog even naar wil kijken, Marla, want ik heb nog een aantal vragen voor jou. En we zorgen ook even voor contactgegevens. En uiteraard worden de vragen dus ook nog achteraf beantwoord als ze niet nu beantwoord kunnen worden. Wat misschien wel goed is te zien in de chat, wordt ook gevraagd van, ja, wordt er wel naar de methaanemissie gekeken? Is er wel naar andere omgevingsaspecten gekeken? Nou, niet in heel inhoudelijk, hè, want Marla kijkt en doet er een aantal aannames, maar er wordt natuurlijk wel naar een aantal andere aspecten gekeken. En daar gaan Monique Monique Bestman en Jeroen Pijlman zo meteen iets over vertellen. Maar eerst geef ik Juri het woord, althans in een filmpje. Juri Egas, hij is onderzoeker bij het KTC Zegveld. Is eigenlijk nou in elk geval dagelijks of wekelijks bezig met de lisdoden in Zegveld. En hij heeft neemt ons mee over iets in het lisdodenveld, over met name oogstmethodes en de draagkracht. Welkom bij KTC Zegveld. We hebben hier een half hectare lisdodden staan. Nou, we staan hier in het lisdoddenveld, wat is aangeplant in 2016. Dus het staat nu ruim 5 jaar onder water, dus er staat permanent water op. En we zien dat de draagkracht eigenlijk elk jaar minder wordt. Dus die bodem die wordt weker, die krijgt meer baggerlaag. En je zakt elk jaar steeds weer verder weg als je door het veld heen loopt. Waarbij je hele grote verschillen in het veld ziet. Dus de ene plek is nog heel goed te doen. En de andere plek zak je eigenlijk in één keer tot boven de lieslaarzen zak je weg. Wat we nog meer zien door de jaren heen in het lisdoddenveld is dat we steeds meer open plekken krijgen, zoals we hier zien. En over het algemeen hebben we in die open plekken minder draagkracht. Ze zakken minder weg. In die open plekken groeit ook de lisdodden niet meer terug, of nauwelijks terug. En het lijkt erop, of dat komt, dat die lisdodden het wel probeert. Maar die wortels en de nieuwe planten die gaan steeds weer opnieuw drijven, omdat die gewoon te weinig grip heeft om zich te kunnen. Bij mij is het geluid weg, Simone. We hebben verschillende oogstmethoden toegepast. Hier wordt de lisdodde eerst gemaaid. Na het maaien wordt de lisdodde gelijk gebundeld. Op de kant wordt de lisdodde gehakseld. Vervolgens kan het worden ingekeld. Een aantal keer hebben wij de lisdodde geoogst met behulp van een rupskraan met een maaikorf. Nou, we hebben dit veld meerdere keren geoogst. Op verschillende manieren. En eigenlijk alle manieren die we hebben gedaan waarbij je het veld ingaat met een machine is... Dan zie je dat je last hebt van de draagkracht. Dus je zakt gewoon hier en daar weg. Maar wat je eigenlijk vooral ziet is dat die plant heel veel last heeft van als je er overheen rijdt. En dat maakt nog geen eens uit met wat voor voertuig. Maar die plant die knakt eigenlijk onderin bij die stengels knakt die af. Onder maaiveld. En dan loopt die vol. En dan rot die plant weg. En de andere kant, en dat merk je ook als je door het veld loopt. Je loopt eigenlijk op de wortels. Soms zak je ook door die wortels heen. Dus die wortels breken weer. En daardoor kunnen die wortels weer wegrotten. Dus we zien eigenlijk altijd na het oogsten de rijsporen van welke machine dan ook. In het voorjaar zie je die terug. Omdat de lisdodde daar gewoon niet groeit en pas gedurende het seizoen weer verspreidt. Wat je ook heel duidelijk ziet als je door het veld heen loopt. Is dat eigenlijk als je voet neerzet. Dat je heel veel bubbels hebt. Dat er heel veel gassen vrijkomen. En dat hoeft geen methaan of moerasgas te zijn. Maar er is eigenlijk wel een kans aanwezig dat het dat wel is. Kijk, je ziet bijvoorbeeld, dan zet ik mijn voet neer, die al die bubbels omhoog komen. Dat betekent ook dat de
het moment van oogsten, de manier waarop je oogst en als, dat je beroering veroorzaakt in het veld, dat dat dus ook effect kan hebben op de broeikasgasemissies uit zo'n veld. Omdat ze dan in één keer allemaal tegelijk vrij kunnen komen. En dat wil je natuurlijk ook niet. Dankjewel, Juri. Altijd fijn dat je ons weer eens meeneemt in de praktijk. Hopelijk komen er meer van dit soort gelegenheden waar we wel het veld in kunnen. Helder verhaal. Misschien nog even toe te lichten. Dit is het Listelderveld in Zegveld. Hè? Dat is een voormalig veenweidegebied. Hè? Dus dat was, daar hadden jullie eerst koeien lopen en daar is nu. Daarbij hebben jullie de toplaag verwijderd, toch? Ja, dat klopt. Ja, dat is. Ja, dus even als context voor dit veld. Dat kan op andere, in andere pilots heel anders zijn. Hè? Dat Jeroen aan de voorkant ook al even vertelde. Dan wil ik eigenlijk nu het woord geven aan Jeroen en Monique. Want er zijn ook al een aantal mensen in de zaal die heel benieuwd zijn naar andere aspecten van de teelt. Ook het effect op de watervraag, nutriënten, biodiversiteit. Nou, kortom, allerlei omgevingseffecten die relevant zijn, aspecten die belangrijk zijn. Dus aan jullie het woord. Ja, dankjewel. Ik ga beginnen. Ik ben Monique Bestman. Ik zal even mijn presentatie delen. Jullie kunnen hem nu zien, neem ik aan? Ja, hij is goed zichtbaar. Ja. Jeroen en ik zullen iets vertellen over teeltproeven die we hebben gedaan. Met name in Zegveld. Ik zal beginnen met de keus voor zaaien of planten en daarna gaat Jeroen verder. Bij het aanleggen van proeven, dan wil je eigenlijk gewoon zeker weten dat je een veldje hebt met, waar goed listdodden staat. Dus dan is planten een vrij logische keus. En dan koop je plantjes bij een kweker. En dat ziet er ongeveer zo uit. Die worden dus met 1-2 plantjes per vierkante meter geplant. En daarna zet je er water op. Dus zo ziet het er ongeveer uit na een dag na aanplant. Maar als je zou willen opschalen, dus naar meerdere hectares, dan lijkt het goedkoper om te kunnen zaaien. Dus daar hebben we ook proeven mee gedaan. Dus we hebben schoonzaad gebruikt. Dat hebben we gehaald uit die sigaren. Kun je dan verspreiden en dat gaat kiemen. Dat gebeurt binnen 1-2 weken onder de juiste omstandigheden. Dus dit zijn heel veel gekiemde zaadjes. Maar als je het nog verder wil opschalen, dan is het wel goed om te kunnen doseren, die zaadjes. Dus dat je precies kunt uitmikken hoeveel je er per hectare wil zaaien. En dat wil je dan ook graag machinaal doen. En dan is pileren, dus een coating aanbrengen om een individueel zaadje, is dan een logische keus. Daar hebben we ook naar gekeken. Dat zou dan ook ongeveer zo eruit moeten zien, maar die hebben we alleen nog op laboratoriumschaal uitgeprobeerd. Het kiemen duurt een paar dagen langer met pillen in vergelijking met schoonzaad. En een andere manier is dat je de pluizen, dus de sigaren, als je die uit elkaar haalt, dat je die voorkiemt. En dat je het voorgekiemde zaad verspreidt over het land. Daar is ook ervaring mee. En je zou ook met de droge pluizen kunnen werken. Nou, dat hebben we hier gedaan. Die lichte delen hier in deze proefveldjes, die net ingezaaid zijn. Dus dit moet nog onder water gezet worden. Dus die lichte delen hier, dat zijn de droge pluizen. Naar welke manier je ook kiest van planten of zaaien, na een jaar heb je ongeveer dezelfde opbrengst. Dus voor de hoeveelheid droge stof per hectare maakt het niet uit of je zaait of plant. Even kijken hoor. Het planten is een stuk arbeidsintensiever en je koopt individuele plantjes van 30 tot 60 centimeter hoog. En we hebben nog geen precieze kostenberekening erop los kunnen laten, maar een beetje grove inschatting is dat dit het planten, dat 1000 euro per hectare of meer kost. En de resultaten ermee die zijn vrij goed. Dus je hebt gewoon vrijwel zeker een perceeltje listdodden. En dus
Dat is voor proefvelden altijd een goede keus. Maar als het gaat om opschaling, dus je wil echt toe naar honderden, naar meerdere hectares, dan lijkt zaaien in eerste instantie goedkoper. Maar er zitten nogal wat risico's aan. En de opbrengsten zijn echt zeer wisselend. Soms heb je een mooi perceel en soms dan eindig je eigenlijk met niks. Dus als je het op kleine schaal blijft op dit moment planten nog het meest betrouwbare advies. Maar we zijn echt nog wel op zoek naar een betrouwbaar zaaiadvies voor op grotere schaal. Maar ja, hier moeten we dus gewoon echt nog meer ervaringen bundelen en verder uitproberen voordat we zover zijn. Jeroen, zou jij het hier willen overnemen? Ja, ik neem hem vanaf hier over. Ik ga hem even delen vanaf mijn eigen computer. kunnen jullie allemaal mijn dia zien? Ja. Ja. Nou, ga ik jullie kort meenemen in een aantal proefresultaten van de pilots sinds 2016 rondom biomassaproductie, waterpeil en nutriënten. Volgende dia. De eerste die ik wilde laten zien is een onderzoek naar het effect van afplaggen en waterpeil. Wat we hebben gedaan is, we hebben een geplagde bodem vergeleken met een ongeplagde bodem. Waarbij we bij plaggen de bovenste teeltlaag, ongeveer 10 tot 20 centimeter hebben afgeplagd. Dus die is nutriëntenarmer geworden, deze variant, ten opzichte van de ongeplagde. En we hebben twee waterpeilen vergeleken. Het gaat om een waterpeil van min 20 centimeter, dus onder het maaiveld, 20 centimeter onder het maaiveld. En die pompten we steeds op tot rondom het maaiveld en lieten we weer uitzakken tot de 20 centimeter. Of we hadden een variant waarbij we continu stuurden op 20 centimeter water op het maaiveld. En we hebben vergeleken de grote listo, dat is die donkerblauwe en de lichtblauwe. Waarbij de donkerblauwe op een hoog waterpeil is en de lichtblauwe op een laag waterpeil. We hadden kleine listen, dat is die groene. En we hadden riet, donker oranje op een hoog waterpeil, dan licht oranje op een laag waterpeil. En dan de opbrengst in jaar 1 en de opbrengst in jaar 2. Nou, wat zie je is dat bij de geplagde situatie de grote listdodden in het eerste jaar bij een hoog waterpeil en bij een laag waterpeil een hogere opbrengst gaf dan in het tweede jaar. Dus we zien afnemende opbrengsten in die twee jaar. En we zien een sterk effect van het waterpeil. Dus bij een hoog waterpeil, 20 centimeter boven maaiveld, hadden we meer dan een dubbele opbrengst dan bij een laag waterpeil. Nou, bij de kleine listdodden zagen we ook een afname van opbrengst bij het tweede jaar. Alleen we hadden bij deze variant niet de twee waterpeilen. En bij het riets zagen we een toenemende opbrengst over de jaren heen. En we zagen eigenlijk een heel beperkt of eigenlijk weinig effect van het waterpeil. Pak ik dan de geplagde variant erbij. Ik had hem even afgedekt voor het verhaal. Ik doe het. Ja. Dan zie je bij de geplagde variant eigenlijk dat, begin ik weer met de blauwe. De donkere blauwe is de hoogwaterpeil, grotere listdodden. Dat die een hogere opbrengst geeft dan de ongeplagde variant geeft een hogere opbrengst dan de geplagde variant. Bij het lagere waterpeil. Maar waterpeil bleef wel een effect geven op de opbrengst. En we zagen hier eigenlijk een toename in de opbrengst in het tweede ten opzichte van het eerste jaar. Ja, ook kleine listdodden zagen we een hogere opbrengst bij ongeplagde bodem dan bij een geplagde bodem. Als je deze twee lijnen met elkaar vergelijkt. Maar wel een afnemende opbrengst in het tweede jaar. En bij een hoog waterpeil zagen we ook een hogere opbrengst die bij de kleine listdodden ten opzichte van een laag waterpeil. En als je dan riet bekijkt, die twee oranje lijnen, dan liggen die eigenlijk een beetje op dezelfde hoogte, zeg maar, bij geplagd en ongeplagd. En ook het waterpeil had in de ongeplagde situatie eigenlijk een relatief beperkt effect. Je ziet dus dat de listdodden eigenlijk het sterkst reageert op het waterpeil en op wel al dan niet plaggen. En dat is dus, zou je kunnen vertalen als nutriënt in de bodem. En riet zagen we eigenlijk geen effect van de behandeling. En als je bijvoorbeeld kijkt in internationale literatuur, er is een review artikel uit Noord-Amerika over listdodden.
Dat is deze. En er staat ook in dat de latifolia, dat is een grote lisdodder. Zie je vaker in wat ondiepere wateren. En de kleine lisdodder is wat beter aangepast aan diepere wateren. Dat is dan meer in natuurlijke omstandigheden. Dat is wat er in de literatuur te vinden is. Daar staat ook, lisdodder heeft enige droogtolerantie, maar je moet periodes waarbij je een laag bodemvochtgehalte krijgt, zeg maar, die moet je eigenlijk vermijden vanuit een productieoogpunt, omdat die de groei van Tiva kunnen hinderen, zeg maar, kunnen belemmeren. Ga ik naar de volgende dia. Dit is een andere proef geweest waarbij we hebben gekeken naar effect van bemesting en waterpeil gedurende 4 jaar op een geplachte bodem. En dan hebben we grote lisdodder en riet vergeleken. Die bemesting, dat was dan of geen bemesting of wel bemesting. En dat was 150 tot 300 kilo stikstof aangevuld met kali en fosfor. En het waterpeileffect was weer hetzelfde. Dus die min 20 tot zo'n beetje maaiveld versus plus 20 gehanteerd op maaiveld. Wat zien we dan bij lisdodden? Grote lisdodden is dat eigenlijk bij een laag waterpeil er niet zoveel verschil was tussen onbemest en bemest. Dus dat die bemesting eigenlijk bijna geen effect had bij het lage waterpeil. En ook dat die opbrengsten eigenlijk terugliepen, vooral in het vierde jaar waren ze wat lager. En nu is het inmiddels verder in de tijd en weten we dat die lisdodden eigenlijk bijna compleet is verdwenen op enkele plekken na, zeg maar. Maar hij lijkt te verdwijnen bij een laag waterpeil. En bij het hoge waterpeil zagen we juist dat er wel een bemestingseffect was, vooral in het tweede en het derde en vierde jaar. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste uitkomsten rondom die grote lisdodder. Dus dat die hier heel lage opbrengsten lijkt te geven en uiteindelijk lijkt te verdwijnen. En bij een hoog waterpeil wel een respons bemesting. En dan als ik de riet laat zien, dan zie je eigenlijk dat bij riet, er is eigenlijk een heel... eigenlijk helemaal geen effect van het waterpeil hebben wij gezien en ook geen effect van bemesting. Dus je haalt, en er zitten kleine variaties in en ook tussenjaarlijkse variaties, maar we zien eigenlijk dat de opbrengsten door de jaren heen oplopen. Al het vierde jaar wel weer wat terug, maar mogelijk was het ook wat een slechter groeijaar. Maar we zien eigenlijk geen effect van waterpeil en geen effect van bemesting. Dus hier deze proef laat ook zien dat riet lijkt minder gevoelig voor waterpeil en bemesting. En lisdodder heeft die duidelijke respons op waterpeil en nutriënten, vooral dus bij het hogere waterpeil. Ga ik naar de volgende. Dan iets over opbrengsten versus het tijdstip en de manier van oogsten en factoren die wij dus zien die effect hebben op de opbrengsten. Nou, daar liet Juri ook al een aantal dingen mooi van zien in het filmpje. Een van de hypotheses die we hebben is van ja, als je nou in het groeiseizoen gaat oogsten, onderbreek je dan de lisdoddercyclus. Waarom oogsten in het groeiseizoen? Je zou kunnen oogsten voor bijvoorbeeld veevoer. Terwijl als je oogst voor isolatiemateriaal, dan oogst je eigenlijk in de winter als het product zo droog mogelijk is. Maar ook als je wil oogsten voor maximale nutriëntenonttrekking, dan moet je eigenlijk niet... Moet je eigenlijk oogsten als er ook zoveel mogelijk nutriënten in de bovengrondse biomassa zitten. Nou, wat is de lisdoddercyclus? Als je op Google gewoon Tiva cycle intypt, dan vind je dit soort plaatjes. Lisdodder heeft een heel grote ondergrondse wortelstelsel eigenlijk. En daar zit in de winter heel veel energieopslag in de vorm van koolhydraten. En in de winter is die, dat zie je zeg maar, is die energieopslag het hoogst. En in het voorjaar dan begint die te spruiten en dan komt de bovengrondse biomassa boven het water uit. En daarvoor gebruikt hij die energiereserves in zijn wortels. Nou, en aan het einde van het voorjaar is zeg maar die koolhydratenopslag ongeveer op zijn minimum. En dan is ook zo'n beetje de bloei van de planten. Nou, en dan gedurende de zomer zeg maar, dan zie je eigenlijk dat de plant heel langzaam weer begint af te sterven. Als je in eind augustus, september kijkt, dan begint die plant al wat geler te worden en wat houtiger, vooral degene die hebben gebloeid. En dan is eigenlijk weer het proces aan de gang dat er weer opnieuw energie wordt opgeslagen in de wortelstokken. En dat gaat in het najaar door en in de winter is de plant dan helemaal afgestorven, helemaal geel. De bovengrondse biomassa, en zit al die energie dus weer in die wortels.
Nou, dat is dus het moment dat de bovengrondse biomassa eigenlijk afgestorven is en dat je die kan oogsten zonder dat je dus heel veel energie uit die reserves, dat je die aanspreekt, zeg maar, van die plant. Dus de vraag is een beetje van als je nou jaar in jaar uit in die zomerperiode gaat oogsten, wat doet het met lange termijn opbrengsten? We zijn dus bezig met reeksen te maken met lange termijn opbrengsten. Een ander aspect wat Julie ook liet zien in het filmpje is van als je met machines door het veld heen gaat en je beschadigt of je breekt die wortelstokken, ja, dat heeft waarschijnlijk ook een effect op die hergroei. Hè. We zagen in die grote, op dat veld heel duidelijk de effecten van de rijsporen terug van de machines. Nou, we kunnen in Nederland niet oogsten over de vorst zoals dat kan in Oost-Europa bijvoorbeeld. Dus dat is wel, wel belangrijk. Nou, en andere factoren van invloed op mogelijk van invloed op groei en opbrengst zijn uiteraard nutriënten en chemie van de bodem. Ook de baggervorming, hè, dat jullie niet zien in het veld, in het filmpje. Daar is ook geen vestiging van planten en dan krijg je dus ook open plekken. Nou, mogelijk speelt het kleigehalte van de bodem daar ook een rol. Het veld in Zegveld uit het filmpje heeft een heel hoog organische stofgehalte en een relatief laag kleigehalte. Dus nou, misschien met meer klei in de bodem is de bodem wat vaster, worden ook wat meer nutriënten vastgehouden. Zou kunnen, maar goed, als je gaat afplaggen en je gaat terug naar op wat diepere laag is gewoon het organische stofgehalte van veenbodems veel hoger dan in een veenweide, over het algemeen. Nou, en ook stromend water zou gunstig kunnen zijn voor de opbrengsten, zodat listdodder zeg maar uit het stromende water de nutriënten via de wortels kan filteren. Nou, daar hebben we samen met de Radboud Universiteit in 2021 een onderzoek naar gestart. En als laatste de manier van opbrengstbepaling, wil ik nog iets over laten zien, heeft ook een invloed op de opbrengst die je meet. Zou je richting afronding kunnen, Jeroen? Ja, dat is goed. Deze proef zal ik dan kort laten zien. We hebben hier gedurende 3 jaar gekeken wat het effect is van 4 bemestingsniveaus, 0, 150, 340 of 950 kilo stikstof. Een van onze ideeën was ook van kunnen we die 20 ton halen opbrengst. Dus een soort van magische grens, zeg maar. Nou, je ziet vooral als je naar die hoge bemesting gaat, dat je dan die opbrengsten kan halen. Maar dat als je 2 keer gaat oogsten, dat is deze, dan heb je een lagere opbrengst dan bij 1 keer oogsten. En we zijn dus eigenlijk gaan kijken of we dit was met kunstmest, maar we zijn gaan kijken of we dit met doorstroming kunnen herhalen dit jaar. En daar zijn we de gegevens van aan het uitwerken. Het andere is als je, dit is het werk van Jeroen Geurts, die een heel aantal opbrengsten van listdodders op een rij heeft gezet, is dat oudere standen geven meer opbrengst. Als je oogst in augustus, september, heb je gemiddeld 30-50% hogere opbrengst dan als je oogst in de winter. Dus het maakt nogal wat uit wanneer een opbrengst is gemeten voor de opbrengst die je haalt, zeg maar. En de derde die ik wil laten zien is, dit zijn opbrengsten uit hetzelfde veld, waarbij deze linkse opbrengst 14 ton was gemeten in een plek waar we nooit met machines zijn geweest en waar we elk jaar met de hand hebben geoogst. Deze middelste 11 ton is gemeten waar we jaarlijks met machines rijden. En deze 7 ton is gemeten als je het echt hebt geoogst met de machine en vervolgens op de kant hebt gereden en gehakseld en dan gewogen. Dan heb je nog allerlei oogstverliezen, zeg maar. Dus dat is ook wel bekend uit de graswereld, zeg maar, dat je bij oogsten en verwerken, zeg maar, 10-20% veldverliezen vrij normaal zijn. En dat zie je dus bij listdodder ook. Dat is wat ik wilde laten zien. Dankjewel, Jeroen. Er is nog veel meer over te vertellen, maar jullie ronden dit project Veenvoeren Verder 2 binnenkort af. Ik denk dat dat dan ook een rapportage gedeeld wordt. En als vast vooruitkijkend, er wordt ook nog verder onderzoek aan gedaan. Maar daar zal zo meteen Roel van Gerwen nog iets over vertellen. Wederom geldt een aantal chatvragen ook voor jou en voor Monique. Misschien dat je daar nog even naar wil kijken. En ik wil je heel erg bedanken voor hetgeen wat je gedeeld hebt. En ik wil eigenlijk toe naar de laatste spreker, naar Merit. Hij is al een paar keer voorbij gekomen. De broeikasgassen in de chat en ook in de diverse verhalen. En Merit, onderzoeker aan de Vrije Universiteit op het gebied van broeikasgasemissies en onderzoeker bij het NOBV, gaat daar iets meer over vertellen. Aan jou het woord, Merit. Ja, dankjewel. Voor je mee. Kun je mijn slideshow zien? Ja, goed.
Ja, ik ga dus iets vertellen over broeikasgasfluxen. En ik zal vooral focussen op zegveld, want dat is vanuit het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgasheffing in Weiden wordt daar gemeten op dit moment. Ik moet ook zeggen dat ik presenteer, maar ik heb eigenlijk niet zo heel veel gedaan aan die data-analyse. Hidde heeft het meeste werk gedaan en Alexander is een nieuwe postdoc die daar verder mee gaat. En Ipe is projectleider vanuit de VU. Wat we hebben gedaan is we meten met EDICO-variants. Dat is een micrometeorologische methode waarbij je eigenlijk de beweging van de lucht of de verplaatsing van de lucht samen met de broeikasgassen heel nauwkeurig meet. 10 keer per seconde meten de apparatuur. En daarmee kan je eigenlijk weten hoeveel er naar boven wordt getransporteerd en weer naar beneden aan broeikasgassen. Het is een hele fijne methode omdat je continu kan meten. En het is ook fijn dat je geen interruptie hebt. Dus je verstoort niet de plekken waar je meet. Wat met bijvoorbeeld camera-methode wel zo is. Maar het heeft ook nadelen, want je meet alleen vanuit een bepaalde windrichting. En je meet ook alleen maar als er een turbulente atmosfeer is. Maar dus linksonder zie je dat de toren is ongeveer rechtsboven in het veld geplaatst. En met name met zuidwestelijke windrichting, wat vrij dominant is in Nederland, meet je dan van het list tot het veld. En hier zie je een voorbeeld van een, ja, wat we noemen footprint, dus wat de meetoppervlakte is. En dat is niet altijd binnen het de list tot het veld. Dan gaan we, hoe zien die fluxen eruit? Elk half uur hebben we dan een fluxwaarde. Je ziet hier aan de linkerkant de CO2-fluxen en in blauw heb je de dagfluxen. Dat zijn negatief en dat betekent dat er een opname is en dat komt doordat het natuurlijk de vegetatie neemt dat op. En 's nachts hebben we een uitstoot in zwart, is dat te zien. Voor methaan is het over het algemeen heb je positieve fluxen, heb je een uitstoot. Het kan soms ook negatief zijn als het van het veenweideperceel komt. Nou, dit is nog een mix van alles. En je ziet ook af en toe gaten erin en zo. Maar we kunnen het ook een beetje gaan splitsen. Dus we weten waar de wind vandaan komt. Dan kunnen we ook kijken, hoe zien de fluxen eruit als we alleen listel hebben. Dat zien we hier CO2, nachtfluxmetingen. En de referentie, dat is naast het liggende veenweideperceel. En dan zien we bijvoorbeeld dat er gemiddeld is het ongeveer 40% lager. Een boxplot voor wie het principe niet kent, dus de zwarte lijn is de mediaan. En het boxje eromheen geeft 50% van je data ongeveer weer, dus waar de verspreiding ligt. Dus we hebben 40% reductie in je nachtfluxmetingen van je CO2. En we zien wat we ook verwachten, dat methaan heel wat hoger is. Het is 400% hoger, 4 keer zo hoog in het listelde perceel. Uiteindelijk willen we alleen weten wat komt er nou uit Listelde. Dus dat betekent dat je al die data die niet van Listelde komt, moet je gaan interpoleren. En dat zorgt voor best wel wat onzekerheid. Hier zien we de interpolatie aan de linkerkant van CO2. En CO2 is gemiddelde dagfluxen. En CO2 kun je weer splitsen in opname door planten. Dat is in lichtgrijs. Dat noemen we GPP, Cross Primary Production. En in R-Eco, ecosysteemrespiratie, dat is de respiratie van zowel de planten als van de bodem. Dus die veenoxidatie ook bijvoorbeeld. En de combinatie van die twee geeft je netto flux aan. En dat is in zwart, dus dat zijn eigenlijk je gemiddelde dagfluxen. Dit is een interpolatie. En voor methaan hebben we hetzelfde gedaan. En die zie je ook een beetje de onzekerheid. Ook voor de hele periode mei tot en met mei dit jaar. Dus het is een jaarbalans. En dan kun je je kan eigenlijk alles dan vervolgens bij elkaar optellen. En dan komen we op een broeikasgasbalans. En we zien dat er ongeveer 60 ton CO2 per hectare wordt opgenomen door de planten. Vervolgens is er ook een respiratie tussen de 50 en 65 ton. En een deel wordt geoogst en dat kun je meenemen als CO2. Als het niet als isolatiemateriaal wordt gebruikt, maar als veevoer, dan komt het uiteindelijk ook weer de lucht in. Dus dan moet je die meenemen als CO2.
En vervolgens zien we dat die methaanflux enorm hoog is. Dat tussen de 30 en de 50 ton CO2-equivalenten per hectare per jaar ligt. Dus als we dat bij elkaar optellen, dus je hebt, netto heb je 0 tot 15 ton CO2-uitstoot. We hebben dus de methaanuitstoot tussen de 30 en de 50 ton. Dus dat betekent dat je ongeveer tussen de 30 en de 65 ton CO2-equivalenten per hectare per jaar zit. En dat komt dus met name door de methaanemissie. En dit is niet de enige plek waar we dit hebben gezien. Ook bij het IPV, onderzoek waar ik ook bij betrokken ben, zien we soortgelijke emissies. Dus de conclusie is dat de CO2-emissie zeker wel lager is. Tussen de 0 en 15 ton is te verwachten. Er zit nog wel wat onzekerheid dus bij. En daarmee reduceer je dus je veenoxidatie en ook je bodemdaling. Maar de methaan zorgt ervoor dat je hoge broeikasgasemissie krijgt dan we van de veenweiden zien. Maar dit betekent niet dat het helemaal kansloos is. Want uiteindelijk hebben we ook gezien dat als je zorgt dat je waterstand net onder het maaiveld blijft. Ik wou daar eigenlijk toch nog even een grafiekje van laten zien. Is van een andere proef al eerder in Zegveld gedaan. Dan zie je, net onder mij, zie je dat die methaanemissie eigenlijk naar praktisch nul gaat. Dus je kan je methaanemissie flink reduceren als je zorgt dat je grondwaterstand laag blijft. En ander ding is ook de nutriënten. Er wordt bemest. Met bemesting krijg je ook meer methaanemissie. Dus wat dat betreft zou je ook het beheer aan kunnen passen op die manier, zodat je broeikasgasemissie zo laag mogelijk blijft. En dat gaat natuurlijk, wat we al in het vorige praatje ook hebben gehoord, wel ten koste van je opbrengst. Dus dat is een beetje een afweging die gemaakt moet worden. En ik wou nog één ander plaatje laten zien. En dat is ook dat listdodden heeft best een enorme uitstoot. Maar dat je met andere gewassen zoals azolla, dat die uitstoot veel lager is. En riet is ook wel lager, dan hadden we niet van CO2 alle metingen nog. En van veenmos zie je eigenlijk dat de methaanemissie praktisch nul is en dat er ook CO2 wordt opgeslagen. Dus dat je zelfs een negatieve broeikasgasbalans krijgt. Dat zou ik wel vertellen. Dankjewel, Merit. En jouw conclusie, hè, dat ander beheer, sluit we aan, denk ik, maakt de cirkel ook weer rond aan wat Jeroen aan de voorkant zei. Hè, van wat doe je, met welk doel leg je die listdoddenvelden aan. Hè? En eigenlijk hoor ik jou zeggen, dat is nog wel een moeilijke balans tussen enerzijds de productiedoelstelling, hè, dus zoveel mogelijk toch bemesten, om toch zorgen dat je een bepaalde productie krijgt, versus de broeikasgasemissies. Hè? Daar zit wel een wankel op. Ja. En ik denk dus ook, die grondwaterstand is zo essentieel dat je die net, vooral met listdodden, omdat die zoveel methaan uitkomt, dat je die net onder het maaiveld krijgt. En dat hebben we net ook gezien, dat dus niet gunstig is voor je productie. Ja. En dus misschien, ja, ik zou bijna zeggen, misschien is de conclusie wel dat een andere polycultuurgewas misschien, in ieder geval voor broeikasgassen, beter zou zijn. Ja. Nou, dat is een mooie uitspraak en ook een mooie nuancering die je zegt. Hè? Want het is even ook deze vraag van de balans, en dat maakt die analyse van Gerben en die analyse van Marlo ook zo belangrijk, dat je alle plussen en minnen bij elkaar kunt optellen en dat je daar dus ook moet kijken van, doen we de juiste aannames? En met name daarvoor is het onderzoek wat we doen, natuurlijk, of het onderzoeken die gedaan worden, ook een heel belangrijke input. Dus dank. Ik realiseer me, we hebben nog een paar minuten. Ik realiseer me dat we zoveel informatie delen dat je misschien enige diepgang mist. Nogmaals, alle rapportages, alle stukken zijn terug te vinden. Daar zorgen wij voor dat jullie in linkjes krijgen. En ook contactgegevens, dus dan kun je ook nog wat meer de diepte in. En helaas is het nog steeds niet fysiek, want anders hadden we volgens mij ook hele interessante gesprekken kunnen voeren. Ik zie ook een aantal mensen die niet de usual suspects, die ook bezig zijn met allerlei bedrijven die bezig zijn met biobased materialen. Dus hopelijk zien we elkaar snel. Wat ik al had beloofd is, Ed, jij hebt nu anderhalf uur mogen luisteren, deze kennis mogen opzuigen. Wat brengt dat jou of wat mis je nog? Nou, het is natuurlijk geweldig dat er zo ontzettend veel aandacht voor is en dat levert natuurlijk ontzettend veel op.
Voor onze proef denk ik dat die verslapping van die bodem moeten we ontzettend goed in de gaten houden. Als dat gebeurt, ja, moeten we gewoon stoppen. Dan is de proef mislukt. Maar gezien de stevigheid van de zoden ben ik daar best optimistisch over als je dat nu ziet. Als onderzoekers is de proef nooit mislukt, hè? Dat weet je. Nou ja, natuurlijk, maar dan is het... dat weet ik. En de andere is natuurlijk die methaanuitstoot. Nou ja, die Burkmeer heeft natuurlijk een heel andere chemie dan gemiddeld Nederland. Dus misschien valt het mee. Maar ook waterfluctuatie. Merit zegt, misschien moeten we een andere plant gebruiken. Waterfluctuatie is natuurlijk ook nog een ding, hè? En daar kunnen we misschien ook nog wel wat mee. Dus jij werpt eigenlijk nog wel met... Jij zegt, ja, heel interessant. Maar en, ik heb nog meer vragen, zeg je. Er zou eigenlijk nog wel het een en ander uitgezonden. Natuurlijk, ja. Maar dat is natuurlijk gewoon het allerleukste. Je blijft vragen stellen, waardoor je ook beter wordt. Dus dat is een beetje dat verhaal van 50 keer minder onrendabele top in 5 jaar. Nou, dat gaat natuurlijk... Dat gaan we natuurlijk niet volhouden, dat tempo. Maar als we de volgende 5 jaar er weer 10 keer minder kunnen komen, nou, dan schiet het echt op. Hey, en dat zie ik ook eigenlijk als een oproep tot, en ook de discussie die er gevoerd wordt, er zijn nog zoveel vragen. En anderzijds weten we ook heel veel al, hè, dat wil ik ook wel meegeven, wat Marle nog expliciet benadrukte. Er zijn een aantal aspecten die nog verder uitgezocht gaan worden. En dat gaat ook meer gecoördineerd plaatsvinden binnen het innovatieprogramma, binnen het Veenweide innovatieprogramma Nederland. Wat binnenkort van start gaat. En wij hebben de programmacoördinator van dit, of de Founding Fathers, er zijn er meerdere, maar in elk geval programmacoördinator van dit nieuwe programma, Roel van Gerwen, zit in de zaal. Die kwam net binnen, zag ik. Roel, kan jij ons iets vertellen over dit initiatief? We hebben natuurlijk een coronaperiode gehad waarin iedereen op zijn zolderkamer zat en... Wij hebben met een aantal mensen het initiatief genomen om te kijken of we een aantal maatregelen verder kunnen gaan doorontwikkelen. Om te kijken of we daarmee de doelstellingen voor het klimaat kunnen halen. En vooral om te kijken of we ondernemers kunnen activeren om vernattingsmaatregelen ook te gaan omarmen. En aan de slag te gaan. En daarom hebben we eigenlijk het VIP-NL opgericht. We hebben net heel veel over Lisdolder gehoord en wat mij al opviel in de presentatie van Jeroen Pijlman was bijvoorbeeld dat er nog best veel vragen leven. Bijvoorbeeld langjarige effecten op de teelt, daar is nog vrij weinig over bekend. De ecosysteemdiensten waar we het de hele tijd over hebben, de balans tussen productie en methaanuitstoot. Aan de andere kant ook, hoe reageert de markt erop, wat kun je ermee? En als je dan kijkt naar de volledige levenscyclusanalyse, is het dan misschien toch klimaatgunstig als product en als teelt. Dus dat is een... aandacht heeft ook die methaanuitstoot verminderen. Maar ook nieuwe teelten. Dat zei Merit ook al. Hè. Misschien moet je eens naar andere teelten gaan kijken. Dat willen we ook gaan doen de komende jaren. En bijvoorbeeld ook veenmosteelt, wat eigenlijk gezien wordt als een klimaatgunstiger gewas. Daarmee willen we verder. Nou, dat is eigenlijk één... van de 4 projecten waarmee we dit jaar willen gaan starten. Het VIP-NL heeft 4 sporen. Dus het eerste spoor is water. Het gaat over hoe ga je om met watermaatregelen. Hoe voorkom je dat het grondwaterpeil uitzakt in de zomer, et cetera. Het tweede is bodem. Dus hoe kun je de bodem zo manipuleren dat je minder uitstoot hebt. Bijvoorbeeld klei in veen is een project wat we daarin gaan doen. Nou, derde is landgebruik. Daarvoor hebben we nu voor veenmos en voor natte teelten een subsidieaanvraag gedaan bij LNV. En het vierde gaat over het ondernemingsperspectief van als je nou kijkt wat betekent het dan voor je bedrijf. En we willen het VIP-NL eigenlijk opstarten door een webinar te gaan organiseren samen met jullie over bedrijfseconomie. Nou, dank. En het programma gaat van start. Het gaat 1 december gaat het van start. Het loopt 4 jaar, dus tot en met december 2025. We werken met proeftuinen, hè, dus eigenlijk regionale proeftuinen. We hebben inmiddels een aantal proeftuintrekkers. Dat is voor Utrecht en Zuid-Holland is dat Frank Lensink. Voor Friesland Nico Viersen uit de Frieske Marre. En Noord-Holland ga ik zelf trekken.
En we zijn nog aan het kijken of er ook proeftuinen in Overijssel en Groningen kunnen worden opgezet. En initiatieven, want het is ook de bedoeling dat lopende initiatieven daar ook een plek in kunnen krijgen. Dus die kunnen ze dan met jou contact opnemen. Er komt vast nog een website. Ja, we moeten nog helemaal beginnen, dus er moet nog een website komen. Maar we gaan in ieder geval, we zoeken naar initiatieven en kijken of we dat in een samenwerking met elkaar kunnen gaan oppakken. En kijken of het relevante vragen zijn, ook om de klimaatdoelen mee te halen. Mooi. Dankjewel, Roel. Ik denk dat we er nog veel van gaan horen. Hè. Sowieso is het voornemen om de komende tijd ook nog vanuit het VIP-NL regelmatig een webinar of als het kan een fysieke bijeenkomst te organiseren over de verschillende sporen. Liefst fysiek, dan kunnen we ook het veld in. Nou, dat zijn we ondertussen allemaal aan toe. Nieuwe excursies en veel het veld in. Hartstikke bedankt. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Er zijn een paar minuten uitgelopen. Excuses daarvoor. Wat ik net al zei. De opnames van deze sessie en de antwoorden worden achter de openstaande vragen. En het zijn er heel veel, heb ik gezien. Worden achteraf gedeeld. En nogmaals, voel je vrij om contact op te nemen met de verschillende websites en infoadressen. Ik zie dat Ed ook zijn mailadres in de chat zet. Nou, we zullen ook van de andere sprekers en andere programmacoördinatoren de mailadressen, de gegevens delen. En de opname kunt u terugvinden op deze websites. U kunt zich ook abonneren. Elk van deze clubs heeft ook nieuwsbrieven. Er komt vast ook een nieuwsbrief van het VIP-NL. En er zijn allerlei agenda's, bijeenkomsten die binnenkort volgen. Het staan ook allemaal op deze sites. Meld je daarvoor aan om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en alle evenementen. En dan rest mij jullie nogmaals ontzettend te bedanken voor alle sprekers, maar ook alle deelnemers die zo ontzettend actief hebben gereageerd in de chat, zowel qua vragen als qua antwoorden. Dank en tot de volgende keer. Tot ziens.